in Krooswijk, daar ben ik ooit geboren. In Krooswijk, vlakbij de Boezembrug. Ik sleet mijn kinderjaren rond het abattoir in Krooswijk, allermooiste wijk. Oh, even wacht jongens. Iemand een applausje, scherm nog wat, hè. En ga zo door, hè, jongens. Hè. Trek deze lijn door, hè. In Krooswijk. Hanneke, en de nummer 1 is al helemaal los. Hanneke, de eerste keer. Jongens, heel even blijven zijn en even nummer 2, hè. Het leuke is, jij bij de Bijenkorf in 3 dolle dagen dragen. Toen dacht jij, hé, daar moet ik iets mee doen. Het idee kwam, Nederland doet schoon, 500 euro, en dan kan je wat mee doen voor de wijk. En dan moet je het per se op zo'n dag doen, en ik denk, ja, ik wil meer van bij de 3 dollar van de opleidingdagen. Ja, en dat is best wel door de pers opgepakt. Heel erg zelfs inderdaad. En wat deed het nou met je? Dat er heel veel pers daar in één keer overheen komt. En ja, hoe ging dat? Ik zal het je uitleggen. Er wordt veel gevoederd. Eenden, vogels. Die troep wordt constant in het water gegooid. Niet in boterham, maar in zakken met brood. Daar sterven de vogels van. Daar krijgen we ratten door. En ik wil Rotterdam 010 blijven en geen Rotterdam worden. Ja. Dat is een mooi woord, dat sluit me helemaal aan. Ik vind het fantastisch initiatief inderdaad. Want een probleem maakt het andere probleem nog groter. Dat leg je heel goed uit in social voice eigenlijk ook gewoon. Dus ik vond het super. Ze hebben, moet ik zeggen, massaal gestemd. Ik denk dat het ook een beetje te maken heb dat het lekker in de pers rondgegaan is natuurlijk. Maar de mensen reageren hier heel erg positief op. Dus ik wil alleen maar één advies geven. Ga alsjeblieft door. Maar het is niet alleen mezelf. We hebben zoveel kanjes wonen in Krooswijk. Ik ben de bevoorrechte persoon om 35 mensen te stimuleren in deze... Ja, ik vind zelf, zoals ik op de tv mocht zeggen, we moeten onze verantwoording nemen. En niet de zooi naast de prullenbak, maar erin. Dat zijn de klinklaren voor je woorden. Ik hou ervan, heerlijk hè. Hij komt ook op dan. Lekker reppen ze raap, ik hou ervan, heerlijk. Dat is echt niet te horen dan. Nee, jij doet me best wel een beetje te berg, maar dat lukt gewoon niet. Nee. Ik moet ook gewoon even laten, hè. Hey, top! Kijk eens, een check. Samen een foto in. Een bloemetje erbij, uiteraard. Dankjewel. Ja, ik heb een cadeau ook zo meteen.